op het station van Sint-Niklaas. Trouwens. Er is hier eigenlijk bijna niemand. Het is precies verlaten. Dus, en we zijn veel te vroeg. Dus er gaan nog zeker 2 treinen voor ons. Zeker vast al vertrekken voordat wij naar de trein van de zee hebben. Maar we kijken er wel naar uit. Dus, spannend eigenlijk allemaal. Hè. Dus we gaan dan van de station meteen naar het hotel. We gaan er ook iets te vroeg aankomen, maar het komt ook helemaal in orde. En dan gaan we vandaar naar Zomerrit. Dus kijk lekker met ons mee, zou ik zeggen. En geniet ervan. Probeer ook zoveel mogelijk vast te leggen. De stress die is enorm, omdat dat toch wel de eerste keer is dat ik dit allemaal alleen doe. Dus dat is ook al spannend. We zitten nu op het terrein, we zijn bijna in Blankenberg. Beste reizigers, binnen enkele ogenblikken komen wij aan in Brugge. Terreinen bij vertrek vanuit Brugge zijn de IC-trein naar Oostende voorzien 9:57, spoor 7. Express-trein naar Oostende. We zijn aangekomen en we proberen met de valies zo'n beetje te rijden. Ik doe het zo. Er zijn mensen die het anders doen. Dus ik weet ook nog wat goede techniek is. We gaan sowieso te vroeg zijn in het hotel. Ik denk dat ik eerst nog naar de winkel ga. Moet ze kopen eigenlijk, voor te eten. Maar stress is er nog steeds, dus dat past denk ik als ik echt een ingecheckt en zo. Dat is wel mijn orde is. Zo. Dan wist ik het wel. Het feit dat ik dit ga doen is gewoon al een wonder of zo. Ik vind het wel leuk om jullie mee te pakken daarin. Dat jullie alles gewoon zien hoe het gaat. Ik voel nog wel mee van druk. Ik denk dat het wel druk kan zijn, denk ik. In de GB. Ja, ik ga voor GB om daar iets te halen om te eten. Maar ja, we moeten toch een beetje eten van vanmiddag en vanavond. Maar we lopen dus nu in de winkelstraat. Dan moeten we door. Voor het hotel. Je ziet een mondkappenwinkel. Dus wij lopen nu in de straat van het hotel. Dat is dan eigenlijk zo goed als naast. Dus van het hotel. We hebben dus 2 hotels. En dit is mijn hotel. Zonder mijn namen buiten. Dus, wat moe eigenlijk. Of, ook wel. Morgen. We gaan eens naar binnen gaan. Dus we lopen nu hier. We hebben de valiezen afgegeven daar. En om 12:30 kunnen we daar inchecken. Dus dat is ook wel heel positief. Het wordt super vriendelijk. Want bij mij gingen we totaal niet open. Instellingen en zo allemaal. Dus nu gaan we al eens een kijkje nemen bij Zomerrit. En dan om 12:30 gaan we terug naar daar. Dus dan gaan we echt de kamer kunnen laten zien en zo'n ding allemaal. Dus we gaan al eens een kijkje nemen daar. Dus, morgen kunnen we echt heel veel dingen bekijken en zo. Dat is ook helemaal makkelijker. Dat is ook natuurlijk wel, ook wel leuk om te laten zien aan iedereen. Dus we lopen nu echt als we. Ja, dat was heel druk. Dat was hier als sporter. Ik heb nog steeds een oud huisje zo. Een oud huisje. Hoe dat het vroeger was eigenlijk. Hè. Op zich. Wel mooi. Dus die hebben er echt wel een heel grote opplaats eigenlijk van valies. Dat is echt niet normaal hoe groot dat daar is. Maar ik merkte wel dat er heel veel mensen ook te vroeg waren. Dus ik voelde me zo niet alleen zo van, ik ben altijd zo te vroeg zo komen. Hè. Maar we gaan sowieso om 12:30 al eens kijken. Beter dat het allemaal geregeld is. Want ja, we s'avonds goed komen van zomer en je hebt geen sleutel. Dan denk ik, nee, binnen gelijk. Kijk, hier heb je nog zo het huisje. Kijk.
Hier heb je ook zo'n museum als dat te kopen momenteel, dus als iemand het wilt kopen. Dat is echt zo. Ik denk niet open wijze waar. Ik denk dat ze aan het optreden zijn zelfs, denk ik. Als die muziek van zomer het komt toch, zou ik het niet weten. Dus, mijn oma wil graag een handtekening van Meteor, dus dat gaan we proberen regelen. Voor de rest is gewoon proberen genieten. Ik heb ze weer wat gepost. Het is gewoon, denk ik, hier zal het voor sterk zijn. Als het hier niet is, dan weet ik het ook niet. Ik sta hier nu op zomer. Ik heb al één gezien, een vrouw. Ze is een beetje terug inkomen zo. En ja, ik probeer ze wel te filmen en zo. Ja, ze weet wel, maar ik mag dat ze niet zeggen, hè. Dus, ik wel dat ze wint. Dus, ja, dat is op de foto, hè. Met iedereen vaak. Hoi. Dus, ja, tuurlijk. Dank u wel. Hallo. Hallo. Hoi. Dank je wel. Alsjeblieft. Zo zit die heel veel aan. Zo is dat. Heel de bodem vol fles. Ja, dat is wel goed. Kijk. Die zijn echt zo goed. Ik ben een beetje wachten. Het is wel wat wind, maar het is zo dubbel. Zo, weer. Hallo. Pak maar al de jassen mee. Het is fris. Ja. Dat doe Max om de foto. Dat mag zeker. Dankjewel. Als je wacht op een tom. Hallo. Alsjeblieft. Wel. Hallo. Klopt, hè? Ja. Ja. Hallo. Dank je wel. Ja, het zit dan. Hallo. Hallo. Dank je wel. Dank je wel. Hallo. Oei, mijn haar gaat om. Daarop liggen, maar geen probleem. Succes. Ah, wacht, kom zo. Doe maar. Alsjeblieft. Hallo. Dank je wel. Succes. Tegen 11 uur ben ik terug. Oké. Alsjeblieft. Ik heb van de zon als... Ah, wel. Het is allemaal gegeven. Ja, maar ik heb mij helemaal op. Wil je samen in? Of? Ja, samen is goed. Ja. Kom erachter staan. Dankjewel. Ja. Dat is gelukt. We staan hier nu voor mijn wakker op de foto te gaan. Dit is allemaal. Dus dat het aanzet. Dit is de foto. Dit is geleden uit het park. Deze. Ik zal dat hier van de steen weer opkomen. Hallo. Hey. Oei, oei. Dankjewel. Dat was iets. Zo zijn. Hallo. Het is heel leuk als je ziet. Hoe leuk wat dat is. Wees zo geleden. Het is geleden bij het park, maar het is altijd wel vriendelijk. Ik hoop echt dat ze zomer het vindt.
prachtig kunt horen en dat horen we nu nog altijd. Dus in die horen we nog altijd de zon, de zon die hier komt. Ik heb heel druk van mij wil zien. En al een foto en zo. Wij staan nu al mee op de foto, maar het is wel cool. Het is allemaal staan aan te schuiven. We zitten hier nu te wachten. Ik heb al heel veel bv's gezien. Mijn oma heeft een handtekening, zal ik het laten zien. Dat is echt grappig. Ja, ik heb dat dan gevraagd aan eens. Voor een handtekening. En dat is natuurlijk wel heel grappig, want ja, in plaats van te zeggen dat is voor Annie, zei dat is voor de oma. En dat heeft hem opgeschreven, hoe grappig. En hoe cool dat eigenlijk is. En daar gaan ze dus eigenlijk naar het begin. Dus waar de mensen staan, en dan verder door. En dan, ja, zomer het. En we zitten hier aan de jachthaven eigenlijk. Dus ik denk die, dus. Vorig jaar was het aan de Piers dat deden, maar het is wel leuk. Dus we zien aan de auto van Meteor trouwens. Dus ja, het is even wachten, want er komen voorlopig geen artiesten toe. Ik ben eens benieuwd welke FIPS, want dat FIPS, ja, dat weet je natuurlijk nog niet op voorhand wat dat zijn. Maar ja, ik ben wel aan het hotel geweest voor naar de kamer en zo. Het zag heel mooi hotelkamer uit. Daar ga ik nog vloggen, maar dat doe ik de volgende keer, want ja, nu gaat dat natuurlijk niet, want ik moet heel de stad wachten. Dus hier heb je de jachthaven. Het is een hele mooie boot. We gaan nog wel wandelen binnenkort. Dat heb je echt heel veel te zien eigenlijk. Dus dat is het van Samang. Dat is dus helemaal rond. Dat is echt cool. Eigenlijk. Ze hebben ook een handtekening gevraagd. Dat is echt al stoor. Dankjewel. Ja, ik weet niet wie bij wie hoort, dus ik. Dankjewel. Ja, stond. In dat tijd. Je hoopt hem. Hallo, dat is lang geleden. Ja? Ça va? Ja? Ja? Step. Ik ben zo. Ik ben zo. Oké. We gaan het proberen te vragen. Van de elders zitten word je toch wel stijf. Oké, ik zeg. Dat is niet normaal. Ja, zonne. Ik heb iets gemeerd. Dat is mijn. Goed zo, trek je de zon, ja.
Dankjewel. Ik ga zelf doen. Dank u, bedankt. Zeker op de foto. Ja, zo hè. Is het al gelukt? Ja. Ah, zo rap gaat dat. Hallo. Wat dan, hè? Dank u wel. Alsjeblieft, ja hoor. Ze was wel blij. Ik wil zo graag dat die mama zwommer het hoort. Oh, is waar? Ze heeft echt heel de tijd te stemmen en zo. Ze zei van... Oh, super. En ik ook. Ah, wel, we gaan met al onze vingers duimen vandaag. Ja, we kunnen niet meer doen. Dank je wel. Merci, hè. Dag. We zijn jullie te wachten op het hoor. Kijk, je die zo hebben? Schrik nou niet. En ook... Dat was goed, ik had dat gisteren op Instagram al gezien. Kijk je helemaal niet naar? Natuurlijk. Nee, ik had het normaal kijken, dat is niet voor de show. Ik keek hoe lang is het, want ik weet niet of dat nog leuk is. Dat is een kort voor je kaas. En moet ook een goede kop. Ja, dat hoort. Ja, dat hoort. Ja, dat hoort. Ja, dat is de was. Ja, ik zeg dat zo. Ik zou het laten staan. Ja, dat was het. Ja, dat kan hier niet. Hallo, ja, kom maar. Hoi. Ik zal het wel zien. Dank je wel, het zal nodig zijn. Nu, nee, het komt goed. Echt? Ik ben een tijd. 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 Ik ben ja, dat is gelukt. Dank je wel. Merci. Hey, zeg jij allemaal bij? Dit is de camera van de vlog. Zal je deze pakken? Ja. Oké. We hebben juist een selfie genomen met z'n tweetjes. Nee. Voor de vlog? Ja. Oké, dank u. Ik ben blij dat jij mij vlogt. Volgt. Volgt. Ik zou nog een handtekening willen geven, mijn oma. Dank je wel, man. Hier? Ja. Wat is mijn stil? Dankjewel. 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 Hela. Hallo. Hallo. Hela. Zo. Dat is gelukt. Het is wel warm. Ja. Ik zeg altijd het hamer op. Ik was al blij die naald ik zat. Nee, niet normaal. Daar is een auto. Ja. We staan in een auto van jou. Zullen jullie wel stemmen, anders mogen jullie niet staan. Ja. Bewezen, hè? Bewezen, hè? Heel goed. Hij heeft ook een rood shirt aan. Dank je wel. Ja, en we hebben een hey. Foto, hè? Een foto trekken. Dus hier sta ik naast. Oké, top. Kijk, je ziet hem hier ook nog heel goed. Is hier. Ja, ja. Oh, je hebt het. De paarden staan hier. Kijk dan, hè. Ik
Je wordt meteen meegepakt. Daar, ik weet niet of je het kunt zien. We zijn ze opnames aan het drinken. Hier zijn de dingen, de boosjes. Hier staan wij. Lekker dat er voor staat. Backstage. Als je zich afvraagt wie zomer heeft gewonnen, moet Piet Hermans echt de zomer heeft gewonnen en blijven hangen. En dit is een mooi vuurwerk. Prachtig toch? Zijn je content dat je zei? Ja, het was echt heel leuk. Ja, zij hebben de oprit gezien, dus ik kan er beter op oordeel dan ik. Het was heel veel volk ook. 10.000 mensen, joh. Ja, dat was echt niet normaal. Het was wel een moeite. Het was wel leuk. Het was de moeite. Ik heb het vuurwerk gezien. Dat is ook kwaliteit.